Jongens, het is zover. Tijd voor een nieuw avontuur. Samen met Bram gaan we weer op naar Frankrijk. Autootje zit vol, aanhanger zit vol. We hebben meer dan 100 kilo voer mee en we gaan een week vissen. Ik heb er heel veel zin in en gaan hem aantrappen. Het is nu 8:30, zullen we denk ik ongeveer rond 6:00 s'avonds aankomen. En we gaan ervoor. Gasten. Ja jongens, zoals je ziet, het is weer een lekker Nederlandse zomer. Zin in de zomer, maat. We gaan lekker naar het Franse land. Elke dag tussen de 26 en 28 graden. Geen regen voorspeld. Weg uit dit land. Weg ermee. Kut weer. Drama Nederland. Drama. We hebben hem. Ja jongens, het is fantastisch. Ondertussen hebben we al een kleine 5 uurtjes gereden. Eén keer alleen gestopt om te tanken. Dus dan stop. En we hoeven dus nog maar 2,5 uur. We zijn voor het eerst een beetje file ingereden, zoals je kan zien. En we zitten dus al in het Franse land. We moeten nog 275 kilometer. Dat is nog best wel een stukje, maar het gaat helemaal goed komen. We zijn al ongeveer voorbij Parijs, dus dat is mooi. Nu een lekker breukje van Bram gekregen en naar de waterkant. Ik heb er zin in. Jongens, wij dachten Nederland, die verlaten we voor de regen. Maar in Frankrijk regent het ook gewoon. We hebben net gezien dat als we aankomen het keihard regent, dus dat is echt kut. En we hebben geen regenkleding mee, dat is ook kut. Maar hopelijk dat het een beetje meevalt. Maar ja, dit is natuurlijk niet te doen. Niet normaal jongen. Mooi joh. Staat ie. Aanhangetje, de tenten echt zeiknat. Bram, vertel, kijk eens, daar komt hij, het zonnetje. Niet normaal genoeg. Is het groot? Nee joh. Wat er wel mee? Zo'n groot water in mijn leven. Moet je eens kijken joh. Hoi joh. En wat is het plan? Ik denk daarheen. Ja, we gaan eerst even kijken of we wat vissers zien. En als ze die niet zien, dan gaan we sowieso vissen. Als ze ze wel zien, gaan we waarschijnlijk ook gewoon vissen. Maar waar we gaan zitten, dat wordt nog een leuke uitdaging. Het water staat heel hoog zoals ik zie. Want hier staat echt al het riet, alle bomen staan onder water. Dus dat wordt waarschijnlijk wel een uitdaging waar we onze tent kunnen zetten. Maar het ziet er dik uit. Onderman. Drama. Gaat wel. Ja, het regent echt niet normaal hard. En het waait ook echt niet normaal hard. En ja, we weten nog niet helemaal wat het plan van aanpak is. Ja, jongens, we zijn op het water. Eigenlijk wisten we al dat je er niet mocht nachtvissen en niet met de boot mocht. Maar ja, weet je, dan vang je ze wel als je het toch doet. Dus ja. We doen denk ik gewoon de Ali Ilehali, de domme Nederlander uithangen. En we gaan het gewoon doen, stiekem. En dan hopen dat we geen controleur langs krijgen. Maar het probleem is, we zitten echt achter het bord waar de informatie op staat. Zelfs in het Nederlands. Dat je niet mag nachtvissen. Maar, kleinigheidje. Ja, maar ja, je mag hier bijna op geen één water nog vissen. Nee, dat is heel deze regio. Vorige keer hebben we hier ook al een keer gezeten. Stiekem ook gedaan. Ook goed gevangen. Dus toen ook geen controle gehad. Dus we gaan het gewoon doen. En hopen dat er geen controleur komt. En anders hebben jullie wel leuke content. We hebben goed nieuws, want het is droog. En het zonnetje schijnt. Dus kijk. Alles kunnen we lekker een beetje drogen. Want de tankjes waren goed nat. En ze staan al. Zeker, we zijn even aan het opbouwen. En daar is die jongens. Achter de bomen, onze grote vriend, de zon. Die gaan we nog veel zien deze dagen. Dus dat is mooi. Wel te hopen. Gaan gauw even de hengeltjes klaarmaken, het tankje staan. Stevig. En dan stevig het voer erop. En hopen dat het gaat lopen, hè? Zo is het. Bram, de onderlijnen knopen, man. Ja. Kijk eens wat we hier hebben. Het moment is aangebroken van de tijgers. Kijk eens even. Is dat een lekker slijmpje erop? Kijk, ja, we hebben een mooi mix van de XXL tijgernoten. En die andere emmer hebben we vol met zwarte en witte tijgernoten. Maar moet je eens even kijken dan. Wat een lekker slijmpje. Die gaan we er even aanhangen. Zo is het. We hebben al verse rugs geknoopt. Ja, ja, voorbereiding is de helft, hè. Voorbereiding is altijd belangrijk. Vergeet dat niet. Precies. Knopen doe je thuis. En ingooien doe je langs de waterkant. Zo is dat. Zo, jongens. Eerste nachtje. Tijd om het voertje klaar te maken. We gaan een mooie voerstek opbouwen en hoe we dat nou doen is, we gaan eerst heel attractief voeren, dus wat meer kleinere onderdelen en daarna gaan we de stek openen met alleen maar bollen en tijgers. Nou, wat heb ik alvast gedaan? De bollen en tijgers waar we mee gaan vissen heb ik alvast in de emmer gedaan. Dus
De Tiger Knit Crush, Bloedworm, Halibut en gewoon XXL tijgernoten. Plus zwarte en witte tijgernoten. Maar omdat het dus het begin van de week is, willen we eerst wat attractiever gaan voeren. Wat heb ik daar nou voor? Ik heb hier 2,5 kilo, 5 kilo particles van de kookmix. Check je op de cybertijgernotenkoop.nl. 22,50 voor 10 kilo voer, dus helemaal niet duur. Nou, daar doe ik dus een klein beetje van in. Het zijn allemaal kleine deeltjes en ook wat tijgernoten. En daarnaast het andere nieuwe, de crush bolies. Dat zijn eigenlijk gewoon bolies die al gecrushed zijn. Daar heb je zelf niet mee aan de slag. Heel goedkoop. En daar gooi je ook gewoon een hele mikmak van bij. Nou, dat mengen we dan allemaal door elkaar. Met het slijm dat op de tijgernoten zit, wordt het een mooi papje. En dan moet het helemaal goed komen. Ootjes opgepompt, markers liggen erin. Diepertje eraf was. We gaan eerst even twee stekken zoeken. We gaan namelijk vier Engels vissen op twee stekken. We gaan twee strookjes maken. Voor allebei één markertje. En dan gewoon er naartoe vissen. Ja, dus eerst even stekken zoeken en daarna pas de Engels zoeken. Let's go. Let's go. Jongens, daar is hij. De eerste Engels klaar. Jullie zien het, een helikoptersysteem met de diepe zaag met best wel wat groene plekken. Dus waarschijnlijk een vrij zachte bodem. Voor de rest gewoon een simpel onderlijntje, 20 centimeter. Met een XXL tijgernoot en een zwarte tijgernoot. En het voertje wat we net vertelden gaan we erop voeren. We gaan hem uitvaren. Daar zit hij. Ja. Hij is een beetje getreurd. Weer aan de knoperij. Jongens, zijn we op de stek? Ik wil zo ploep, zo mijn hengel laten zakken. Breek mijn lijn. Ligt dus precies op de stek een rig. Waar we geen vis mee gaan vangen. Maar dat wel de vis gaat verstoren. Dat is toch jammer. Zo, het laatste hengeltje gaat ten water. Ik heb hier een rigje van 22 centimeter. Fake meisje en een klein tijgernootje erop. En we hebben hier een heerlijk voertje met bolies, particles, gekruste bolies, tijgernoten, XXL tijgernoten. Dus dat wil je nog meer. Jongens, alle hengels liggen. En we zijn ondertussen, is het 8 uur. En hebben we deze wel verdiend, hè? Overheerlijke cheeseburger. Ingekocht door Bram de Boodschappenman. Voor al je partijen en diensten. En we gaan lekker genieten ervan. Wat is het sausje van de week? Het sausje van de week is een overheerlijkse Saanse mayo. De enige echte. De enige echte. Wordt genieten, jongens. Een hele goede Bram de Boodschappenman. Daar liggen we. Even uitrusten van het gepeddel. En het is nog vrij stil, maar ja, dat was te verwachten. Ja, oké, maar voordat dus de trip begint, wanneer zijn we tevreden? Ja, we moeten allebei minimaal wel een dertigertje vangen. Dat staat wel op het lijstje. Die staat erop. Het zou heel mooi zijn als er ook nog eens een veertigertje bij kan komen. Ik zeg inderdaad, als we twee dertigers en een veertiger vangen, dan kunnen we naar huis. Vorige sessie hadden we twee veertigers en 3 of 4 dertigers. Dus. Ja, dat is ook wel een bizar goede trip. Verder, het water ligt er hartstikke rustig bij. Hengeltjes staan netjes. Het is hier ook lekker rustig geworden op stekkie. Ja, de meeste mensen zijn weg. Dus stop. En, drinken even een klein biertje. Een biertje? Zie, maatje. En daarna gaan we eens even kijken. Zo is wat het te doen is. Ja jongens, de tentjes staan natuurlijk. We gaan nog heel eventjes bij de hengeltjes kijken. En dan gaan we lekker het mandje in. Staat er allemaal nog rustig bij. Ja, dit gaat hem worden vannacht. Let's go. Goedemorgen jongen. Dan zou je hem hebben. Waarom, vertel. Ja, niet zo goed nieuws. Het is helaas stilgebleven. Morgen om, was het? 6:30 kreeg Chit een klein aanbeetje. Ja, ja. En het was helaas, als verwacht, een brazen. Onze bazemkoning is natuurlijk weer eens terug. Zeker. Maakt niet uit hoe groot het water is, waar het is. Hij vangt ze altijd. Op een bol ook gewoon. Niks aan wel. Op een bolie inderdaad, 20 mm. Niet eens een brazenbol, maar ja. Ja, dat hebben we even niet gefilmd. Want hij vond zich helemaal vast. Er is echt heel veel wier voor de kant. We hebben nu eigenlijk voornamelijk op het weid gewoon gevist. Dus we gaan even de tactiek een beetje aanpassen. Misschien ook een paar hengeltjes vlak tegen het wier aan. We gaan wat schonere plekken zoeken, want we merken toch wel dat het echt gewoon blubberbodem is. En niet het gewenste resultaat, dus we gaan wat dingen aanpassen. We gaan het zien.
Zo, we gaan de lijntjes weer opnieuw inleggen. Vorige keer, gisteren, misschien iets te makkelijk gedacht. Ik dacht, dan maak ik gewoon twee stroken, gooi de voer op en dan gaat het wel lopen. Nu, dus weer een nieuw markertje mee, diepetje mee. We gaan op zoek naar hardere plekken. We gaan twee hengels echt tegen de wiergrens aanvissen. En misschien wel een beetje in het wier. En we gaan het dus anders doen. We gaan ervoor. En zoek naar de stek. Let's go. Het is denk ik weer zover. Onze braafste bekoning slaat weer toe. Het is er weer één hoor. Lekker maatje. Is het er gewoon weer één. Een onvervalste brasem. Ik vind dat er nou wel een straf tegenover staat. Nou, ik vind het toch schoon. Beste kijkers, vinden jullie het ook? Laat het weten in de comment. Wat moet je... Kijk eens wat een onvervalste jongen dit er is. Mm. Een hybride of zo. Hij is raar gekleurd. Ik wil een giebel in één. Oh, een drama. Ja, de king. De king. Slaat weer toe. Mooi haakje onder lippen. Hey! Verveeld. Ja jongens, de king slaat toe. Ik moet vasthouden. Ja, het is echt lang geleden dat ik hem raad was. Ik heb hier een andere blubber. Vies beest. Best. Zo, een grote jongen. Een vieze jongen. Nou, we gaan even de hengeltjes opnieuw uitvaren. Helaas is het nog niks. Er zitten twee brazenpies. Maar we hebben net even met de diepe overal gekeken. We hebben nu een redelijk schoon plekje kunnen vinden op ongeveer 5 meter, iets minder. En we hebben net een hele zak Tiger Crush gevoerd, karamel. Dus we gaan het even zo aanpakken. Een klein kurkje erin, want de bollen roken best wel erg naar blubber. Daar hebben we wel eens vaker last van. Misschien dat het helpt, misschien niet. We gaan het meemaken. Daar hebben we hem. Ja, waarom? Ja jongens, eens kijken. Eén ding, gooi nooit je burgers weg van die dag ervoor. Eet gewoon die dag erna lekker op. Het is een lekker lunchie. Het is nu 2 uur. Precies, begin de dag met een burger. Het is de eerste maaltijd. Eerst nog een kwarkie op. Burgers voor de gains jongens. Moeten blijven groeien, ook hier in Frankrijk. We hebben de hengeltjes allemaal weer netjes neergelegd aan dat leuke brazenpie van daarvoor. En we hebben wel besloten, als we vannacht helemaal geen karp vangen, gaan we hier zo snel mogelijk weg. Minimaal 2, anders is het gierende banden. We hebben nog een paar andere watertjes op het oog. En ja, we gaan het natuurlijk niet langer maken dan het is. Het gewoon vis op de mat komen, anders moet je gaan wegwezen. Ja jongens. Volgens mij hangt er weer een lapje. Het is echt drama. Welkom bij brasemvissen in Frankrijk deel 1. Zit op een goede stek. Brasem nummer 3 hangt er weer aan. Wachten nog heel even tot hij weer gaat piepen. Kunnen jullie ook meegenieten van die fantastische run. Gaan we het eens even filmen. Kijk eens. Wat leuk zijn terugzakker. Lijntje valt weer helemaal slap. Dan weet je het wel. Bram, duimpje omhoog. Voor een lekker brazenpie. Ja, daar is die weer. Dat is een mooie zo. Winde dit. We gaan weer voor de big witvis big 5 jongens. Brazens, windes, het maakt niet uit. Het maakt helemaal niks uit. Ah jongens, overheerlijke prachtige winden. Die vangen we niet elke dag hoor. We zijn er gewoon blij mee. De witviskoning. De witviskoning staat weer toe. Mag weer. Een dikke SO naar deze strijder. Die deze heb opgestuurd. Ja. Napoleon. Ja jongens. Alweer de weddenschap. Als je 3 witvis vangt of een vis verspeelt, moet je een shotje nemen. Dat zei ik van. Ik denk, nou die eerste brasem zal wel meevallen. En het heeft geduurd. Van 6 tot 3? Ja, een paar uurtjes. Rij hem eens open, kijk, iets in witvishanden.
echt kotsen, denk ik. Is die lekker? Zo'n miserig glokje, pik. Ja, jongens, de kip is lekker aan het bakken. En Bram, de man, die kan dat natuurlijk wel. Die werkt bij Eetcafé de Westgraag. Je kent het wel. Naast een beetje water koken. Ga namelijk een overheerlijk chicken tonightje maken met een beetje rijst. Ja, wat wil je nog meer? En 600 gram kip voor de gains. Genieten! Ja, jongens, terwijl we lekker aan het koken zijn, is dit natuurlijk wel weer genieten. Zo'n Franse pannenkoek. Roofvissen, even door je lijn heen. Volgens mij. Maar het zou niet mooi zijn. Hey, cheese, wat doet hij? Ja, jongens, improviseren kan je leren. We hebben hier lekker rijst wat moet afgieten. Maar we zijn de onderkant kwijt. Zo'n mooie snoeptang van Bram. Zo. Ik vind het maar niks. Het kan eigenlijk alleen maar fout gaan, hè. Ah, op zich, het gaat nog best goed. Nou ja, jongens, is dit even een toppetje of niet dan? Kijk eens even. Meer kip dan rijst. Zo hoort het. Goeie maar. Lekker hoor. Zo, zoals jullie kunnen zien, is de man goed bezig. Hij heeft de aanhanger alvast een klein beetje ingericht. Ik heb ondertussen het vel even opgeruimd. En we hebben even de stek een beetje geordend. Want als het niks is, morgenochtend voor 7 uur, dan zijn we met gierende banden weg. Sorry. Ah, ik probeer maar. Daar staan we. We gaan weer even het hengeltje opnieuw uitvaren. Ik heb een nieuwe verse rig geknoopt. 20 centimeter. Snowmannetje. De Tiger Crush. Karamel. En we gaan even kijken of het er een beetje mooi bij ligt. Ja, dat is altijd een goede tip van Bram. Altijd. Testen hoe het eruit ziet. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Toch wel heel fijn bij. Ja, je kan het niet zo goed zien. Doe maar eens iets verder. Wel iets verder. Zie je hem liggen? Ja, je ziet hem liggen. Kassa. Hij staat een beetje omhoog. Perfect. En dan voeren we deze jongens erbij. De karamelletjes. En een klein beetje particles, niet te veel, want ik zit er behoorlijk wat last van witvis. Nou ja, ben ik niet echt de witviskoning, maar jou kunnen het gaan opgeven. Geen trek in. Niet? Dus, nee, ik sla hem nog over. Oké, we gaan uitvaren. Jongens, dat is niet normaal. Zo, hij ging hard, hè? Hij ging echt keihard. Lekker broer. Tik maar aan, brada. Ik zit even een videootje te kijken. En hij ging vol gas op de nieuwe stek. Oké, Bram, ik ga jou helpen met dat waterpak. Ja, man. En dan pak ik snel die laars en dan gaan we de boot in. Pak jij anders heel even die hengel over. Ja, is goed. Zit hij hoor, hé. Hey. Ja, ja, kijk eens. Kijk eens, uit het bootje gedrild. Helemaal niet gek. Op zo. Het single bolletje. Wat een gevecht, ouwe. Snel naar de kant. Zo is dat. Auw, hoor. Ja, hoor. Is die gek? Hé. Hey. Laat het eens even zien, jongen. Hij is echt niet normaal groot. Het buffeltje hoor. Hij is niet zo lang. Hij is wel een dik man, plus, hij is hoog. 15 plus. Tik hem aan, broeder. We laten het weer even lukken. Kijk, hij heeft een pens, jongen. Hij heeft goed op de bollen gezeten. Zo is dat. Nou, pak jij even die hengel maar. Ja, toch. Oké. Okay. Ik ga hem nog verder opdraaien. Juist. Controleer of de vinnetjes een mooi langs het lichaam liggen. Ja, dat is goed. Ja, ik ga hem optillen. Zo. What the fuck, maat? Hallo. Yo. Doen we even normaal? Ik weet het net nog niet hoor, maat. Dat is geen half werk. Jij begint elke keer gewoon met een vis boven de 18 kilo. Als je die boot tegenhouden. De waarheid. Hou me stil. En iets hoger. Ah, die geeft toch even bijna 18,5 kilo aan. Ach. Daar is hij dan. Wat een bak. Echt niet normaal. Hij kwam op de single bol. Een klein kurkje erin. De Tiger Crush.
En jezus, wat een drill uit de boot. We moesten er naartoe, want er ligt hier heel veel wier. Er is ook een heel stuk doorheen gezwommen. En hij is bijna niet te tillen. Hij is de mooi hoor. De weegschaal gaf 18,4 aan. We moeten nog even de sling eraf halen. We gaan ongeveer vanuit van 17, 16,5. Ja, 17 zeker. We gaan even foto's maken en ik kan nu weer terug. Ziek. Nou, dit is de andere kant. Wat een parel zeg. Hij is echt ziek. Wat een bouw. Het is echt een hele oude vis. Want hij heeft een beetje zwarte stipjes in zijn mond. Dat betekent dat hij al wat ouder is dan andere vis. Heb je trial helemaal? ja, is echt zwaar. Lang geleden. Eerst 30 voor mij dit jaar. Lekker hoor. Maar we draaien. Hij doet het. Yes. Lubas. Wat een vis. Meezwemmen, Bram. Bram, nee, zwemmen. 45, dan ben ik daar. Oké. Dan gaat hij hoor, Buffalo Soldier. Maakt niet uit hoe laat, 45 pond, ik zwem mee. Lekker maat. Lekker maatje, goed gedaan, Pik. Ja, jongen. Ja. Hallo. Wat ga jij eens even doen? Nou, om even terug te komen op het gewicht van de vis. Op de weegschaal stond 18,4. En nou ja, de mat is, wat was die? 1,6. 1,6, dus een stop 16,8. 16,8, ja. 16,8, nou ik teken ervoor. Het is echt niet normaal. Eerste vis, hè? Lang gestreden. En we werden alweer de onzekere jongens, hè? Onzekere jongens. We kregen alweer de berichten van Daniel. Hebben jullie al wat? Maar ja. Zometeen kunnen we het even laten zien. Zo is het. Dus, maar mooie vis, jongen. Wat anders op het programma. Een 30er, dat betekent een shot. Ja, ja. Die ga ik even pakken. Wat toog je vandaag uit de doos? Onze eerlijke. We hebben een Napoleon, een cognac, geloof ik. Het is denk ik whisky, man. Nee, een goede neup. Oh, kijk even in die kamer. Sterk spulletje, niet? Sterk spulletje, man. Goed zo, jongen. En bij een volgende vis zien jullie ons weer. Natuurlijk. Emmetje water. Ja, jongens, we zijn lekker een filmpje aan het kijken. Ja. Hier vind ik Bram nog even zijn pw, hè. Jaartje geleden. Ook de eerste vis, een grote. Ja, een mooie visje. Heerlijk. Lekker. Helemaal doorweekt. Mooie dingen. En die gaat vannacht weer komen, jongens. We gaan zo even het lekker mandje in en dan zien we jullie zo in een kromme engel. Zo, zoals jullie kunnen zien, ziet het eruit dat we aan het opruimen zijn. Yes. Want we gaan de ogen sluiten en we hebben net even een klein filmpje gekeken. De oude sessie van vorig jaar in Frankrijk. Dus hoop op meer. Pittest. Nee. Kijk, we lopen met Bram even naar de hengels. Jongens, een tip. Altijd voordat je gaat slapen, wat doe je dan, Bram? Je test even je piepers. De piepertest. Staan ze wel aan. Kijk eens. Ja, dat wordt Kasi. Let's go. Een hele goede morgen, dames en heren. Helaas is het na dat ene visje van mij stilgebleven. Dus dat is niet zo goed nieuws. En dan gaan we eens even kijken of Chit al wakker is. Ja, en daar hebben we hem. Zeker. We liggen er verslagen bij. Jongeman. Jongeman heeft weer niks gevangen. Hoe verklaar je dit? Ja, geen idee. Het vertrouwen was echt wel weer aanwezig. Mm-hmm. En ik denk toch dat het misschien een beetje een geluksvisie was. Nou, we gaan gauw opruimen, wegwezen. Of misschien hebben we DW Junior het even laten zien. Ja, jongens, Bram vervangt altijd de eerste vis. Maar daarna komt het altijd goed. Dus op naar het volgende water. En we zijn... Daar gewoon knallen. Let's go. Hey jongen.
Heb je al dagen niet gegeten? Waarom kom je zo dichtbij? Hij is gek. Waarom is bang ook? Nou, niet bang, maar ik probeer gewoon rustig mijn teentje op te ruimen. Ja. Even verstoren. Karel. Zo. Kijk eens, daar staat hij. Snelle operatie, jongens. Uurtje. We zijn klaar, helemaal ingepakt. Ready to go. De stek is helemaal schoon. Alles netjes opgeruimd. Ook in Frankrijk, neem je afval mee. Gewoon opruimen die tering, sorry. Wij gaan hem even aantrappen. We gaan 2 uurtjes rijden. Nieuw water. Echt minimale informatie over gehad. Zeiden dat ze op zich wel leuk hadden gevangen. We gaan het gewoon een gokje wagen en we gaan er gewoon naartoe. Zo is het. Zo, daar rijdt hij. Ah, gaat goed. Nou, we gaan even kijken of we hier kunnen keren. Want we hebben gezien dat het dood loopt helaas. Dus hoe verder we rijden, hoe moeilijker het wordt. En ik denk niet dat dit water het wordt. Het ligt helemaal vol met wier. Je kan er nergens makkelijk komen met de auto. En we gaan op zoek naar een nieuwe stek. Let's go. Ja, we zijn weer terug op het water waar we al keer zijn geweest. We zijn net natuurlijk even bij een ander stekje wezen kijken. Ja, dat beviel niet echt. Je kon nergens goed bij de kanten komen. Echt helemaal bomvol met wier. We zijn nu ook hier. Het water staat echt 2 keer zo hoog als vorige keer. Het is niet normaal. Allemaal stukken riet en helemaal over het gras heen het water. Dat is ook alweer een uitdaging. Oh. Nu zitten we eigenlijk even op een ander stekje gaan zitten. Misschien even aan de overkant kijken. Ja, dus we rijden nu denk ik even naar de overkant. Dan kan hij ook iets te veel van spannen. We gaan even aan de overkant kijken en dan zijn we zo bij jullie terug. Daar staat hij. We zijn 2 uur verder. Al dan denk ik een kwartiertje hoeven rijden eigenlijk jee. Maar ja, jongens, je moet af en toe ook gewoon een beetje gokje wagen en even kijken bij andere wateren. Ja, als je nou echt denkt van dit gaan we niet worden, dan moet je het ook gewoon niet doen. Dus we zijn weer op een, wel op een nieuwe stek. Dit water is helemaal nooit gevist. En we hopen dat de praktiek van vorige keer ook gewoon hetzelfde werkt. Dat is een iets ander stukje. Er kalm bij. We hebben hier een heel mooi stukje voor de tenten. Hier is er beneden. We kunnen precies 2 tentjes kwijt. Het bootje kunnen we neerleggen. En dan vlammen. Ondertussen zijn we aangekomen op de nieuwe stek. En staan de tentjes er goed voor. Is deze jongen aan de pomperij. En dan hebben we hier wat lekkers. Een tossietje. We gaan eens even kijken hoe het met die andere tossie gaat. Oh, nou, die moet nog even. Ja, hatchet. En wat is daarna het plan van aanpak? Voeren, voeren, voeren. En varen. Nee, eerst stekken zoeken, dan voeren. Dan varen. Zo, hengeltje 1 gaat te water. We hebben net even met de dieper gekeken hoe diep het allemaal is. En we hebben daar een klein kaluutje gevonden. Ja. Dus daar gaan we met 2 hengeltjes opvissen. Allebei eentje. Mijn eerste rig is een centimetertje of 20. Klein wartelootje eraan. En de boetwom halibut. Klein kurkje erin, zodat hij net even iets boven de bodem staat. En dat moet hem gaan worden. Ja, we hebben net even op de diepe gekeken. Ik zal de camera even meenemen in de boot. Zullen we het laten zien. Hier heb je natuurlijk zo'n overheerlijk mooie dam. Het is voor de dam is 6 meter diep. En dan loopt hij in 1 keertje keihard op. Leg hem gewoon aan het onderkantje van het taluut. Niet te gek. En ik zal even die camera meenemen in de boot. Dat ziet er ook een keertje leuk uit. Nou jongens, je ziet het. Ik hoop dat je het ziet. Het is nu 6 meter. Zometeen gaat hij oplopen. Omdat je ziet dat de dam eraan komt. En dat je dat ongeveer nu gaat zien. Dit is ook nog 6 meter. Je moet altijd denken, die diepe zit aan de achterkant van je boot. Dus daar is het ook hetgene waar hij het meet. Kijk, zie je, nu begint hij op te lopen. Dus hier zo, zie je, hier is de onderkant van het taluut. Daar wil je hem echt hebben liggen. Je ziet dat hij nu keihard oploopt. En het is nu al 4,3, dus je bent in 20 centimeter al een meter gestegen. Je ziet dat hij echt heel mooi strak omhoog loopt. Dan keer ik de boot. Dan moet Bram, als ik zeg drop, moet hij hem precies neerleggen. En dan ligt hij precies perfect op zijn plekje. En wat wordt het voertje, maatje? Ja, hier wordt het voertje.
tijgers, bloedomborrelen en tijgernoot crushbollen. Heet het tijgernootkoop.nl. Ga knallen. Ja jongens, mijn eerste hengel gaat er ook in. Het enige wat anders is als met die van Bram is dat ik een tijgernoot crushbol aan heb hangen. We leggen hem denk ik 10 meter naast die van Bram. En dan gooi je nog een beetje voer ertussen. We gaan er lekker uitvaren. Mijn tweede hengeltje gaat ook te water, een snowmannetje. We doen vandaag de tijgernoot crush en de mulberry eraan. Kijk eens. Dit is hem. En we hebben 3 hengels met singlebol. En ik denk, doe gewoon een veranderingetje. Een snowmannetje. Simpel onderlijntje, 20 centimeter. En hij gaat op de voerstrook. Misschien kunnen jullie het wel zien. We hebben daar 2 markers liggen. Zoals kijken of je het al ziet. Even kijken of dat... Hij kan het niet echt zien. Nee, nou, vanop de kant kan je het wel zien. Ja, of ik ben scheef. Kan de ook. Camera is nog niet scherp genoeg. Let's go. Zo. Nadat we alle hengeltjes gedaan hebben en stevig gevoerd. En we hebben lekker verschillende stekken gevonden. Dus hebben we nou een tossietje verdiend. Zo is het wel. Zo, het is tijd voor de avondmaal. We hebben eigenlijk heel de middag gewoon een beetje YouTube filmpjes gekeken en nog geen piepje gehad. Dag 3, tweede keer burgers. Het gaat nooit wennen jongens. Altijd goed, lekker burgertje. Lekker makkelijk. 4,50 voor 4 stuks. Bij de Jumbo. Een classic burger. Puur rundvlees. Wat wil je nog meer? Ik niks. Gaan ze even een pannetje gooien. Ondertussen waait het lekker door. Geen piep nog, maar dat gaat vanavond verandering in. Het waait echt keihard. Het water komt op de kant. En het is behoorlijk stil. We zien nog geen vissen. Geen actie. Dus we moeten nog maar eens even kijken of het hier gaat lopen. Maar goed, we gaan er alles aan doen om hier wat te vangen. Zo. Een dikke SO naar mijn bradertje Rodi Herbert. Ga hem allemaal volgen op Insta, Rodi0174. Want van hem mogen we deze koelbox lenen. En dat is hem. Loopt hij? We zijn aan de observeer. In de zijsloot. Dit is wel een lekker putje voor Wiet. Dit is een mooi sleutje voor Wiet inderdaad. Wiet! Ja, daar vang je niet veel. Maar we gaan eens even kijken of er een rotvis zit. Daar zit die DW Junior. Hij vindt het toch een leuk naampje. Ja, we zijn maar weer gaan doen waar we wel echt goed in zijn. Burgers bakken. Want vissen moeten we het nog niet echt hebben. Nee. Dat is 1 visje jongens. Na 2 dagen heb ik nog helemaal geen karper. Dan begint het toch te jeuken. Dan denk ik van nou, het mag wel komen. Maar eigenlijk dit water hebben we alle vissen na 9 uur 's avonds gevangen tot 2 uur 's nachts. En dan liep het als een raket. Oké, okay, dus, gewoon tussen de 3 en 6 runs ongeveer. Ja. Dus open. Ja, hoop je nou wel goed mee? Goed een blauw duimpje omhoog in de tussentijd. Als je er toch bent. Kleine moeite, groot succes. Ja jongens, de hengeltjes liggen er nog stil bij. We hebben nog steeds niks gevangen. En we gaan toch maar even het bedje opzoeken. Het is al 11 uur en er zitten hier muggen, dat is niet normaal. Zo, dames en heren, daar staat ie. Jongens, wat heb ik lang geduurd. Het is ongelooflijk. Ik weet niet eens hoe laat het is. Ja, voor mij al heel laat. Ik denk 4:30. Kwart over 4:30, maar we krijgen toch een run op de linker voor Chit, de rotpotje van mij. En we gaan eens even kijken of we hem kunnen landen, man. Dat zou mooi zijn. We zien nog. Zo, hij komt op. Zo, 14. Ja, met de sling er al af, hè? Met de sling er al af. Ja, kijk maar. Toch? Ja, hij staat er wel iets achter, ja. Ja. We moeten even kijken of die sling niet... 14? Net wel even in de ding gelegen, hoor. Wat zei die? 14. Zo. Jongens, daar is die dan. Eindelijk. Visje nummer 1 voor Chit. En wat een gedoe was dit. Zonder Bramse lijn, die zat weer vast. Daar zijn we echt een kwartier mee bezig klooien. Maar hij is eindelijk binnen. 14 kilo's toch nog. Een dikke staart op, jongen. Hij was ook sterk, bizar. Harde fluiten. Ik dacht eerst een knollie. Toch wel een hele mooie vis.
En het was niet echt waar we op hadden gehoopt deze nacht. Zo'n 4 uur. Toch de eerste is binnen en hoop op meer. Zo, de andere kant. Ja, mooi. Mooi visje hoor. Is die andere kant mooier? Ja, een beetje hetzelfde. Daar heb je hier een kleine verwording op de staart. Ja, mooie vis hoor. Echt een grote staart, jongen. Niet normaal. Een paar foto's en dan kan hij zwemmen. Ja, jongens, daar gaat hij weer. Mooie vis ook. Puntje gaaf. Wel druk te maken. Hij is echt wel groot hoor. Ja. Echt wel een brede bouw. Brede jongen. Brede rug, dunne jasjes. Ja toch, lekker maat. Een hele goede morgen, dames en heren. Helaas heb de nacht niks meer gebracht. Naar het visje van Chit om 4:15. Maar staan er wel 2 hengels op de kant. Want de vis is door mijn lijn heen gezwommen. En ja, die was onder water vastgezwommen. Dus die konden we helaas niet meer terugkrijgen. Dus wij gaan zo even aan de knoperij. En dan gaan we alle hengels even opnieuw uitvaren. Verversen. En ga ik eens even kijken of deze jongen al wakker is. Daar zou je hem hebben, daar zou je hem hebben. Een hele goede morgen. Zo, zoals jullie kunnen zien ben ik druk aan de knoperij. En is deze jongen ook goed bezig. Ja jongens, het spoeletje is helemaal leeg. Waar is die? Hier zo. We hebben mijn oude lijn er afgehaald en ik ga nu nieuwe lijnen opvoelen. De Ashima Gangstrong. Dat is een mooi lijntje. En, ja. Hoeveel honderdste? 3500ste. Goed voor de Franse en Nederlandse visserij. Ja, wat wil je nog meer? Ik niet veel. Zo doe je dat. Zo doe je dat. Kom met de ding. Zo, zoals je kunt zien. Dit is mijn eerste rig, een XXL tijgenoot van tijgenotenkopen.nl. En daar heb ik een waftetje bij gedaan, zodat hij zo perfect omhoog staat. Hopen op resultaat. Zo, we gaan even de onderlijn testen. Ik heb kurk tussen gedaan, dus tussen de tijgenoot en de bol. Gaat het er zo uitzien. Kijk, hier. Mooi aan het waggelen onder water. Hopen dat hij dan een beetje opvalt bij zo'n karper. Ja, mooi onderlijntje zo hoor. Ondertussen staat Bram weer zijn hengels in te draaien. Gaan we zo eens even. Nieuwe tactiek. Nieuwe techniek. Nieuwe ronde, nieuwe kans. We geven niet op. We blijven vlammen. En dat gaat goed komen. Ja jongens, jullie zien het. Een biologisch runderhakje. Bio Landlust. Je kent het wel. De lokale boer. Maar je ziet het, het ziet er niet helemaal meer 100% uit. Het voelt nog wel redelijk koud. Dus wat gaan we doen, Bram? Het ijs is helaas gesmolten. Ja. Dus we gaan hem lekker even bakken en dan tussen de tosti. En dan hebben we een soort vlamtosti. Precies, we gaan onze eigen vlamtosti creëren. Is dat even lekker, hé. Oei, oei. Zo, het vlamtostietje is klaar. Ja. Daar zit hij. De grote man. Ik ben benieuwd wat, hoe het smaakt. Het is misschien niet echt pittig deze, maar het is wel lekker met gehakt. Ah, soms moet je even improviseren. Even testen. Ah, hij is goed gekeurd. De tip van Bram de boodschapper. Ja. Smeer je altijd even lekker in als je blond haar hebt. Want anders ga je er zo uitzien. Zo, echt rode. En zeker als je rode jongen. Niet zo vaak de zon ziet. Ook. Dan kan je beter maar even smeren. Maar nee, niet smeren. Niet smeren jongens, nee, slecht voor je. Nee. Je moet gewoon wat vaker in de schaduw zitten. Smeren. Vaker in de schaduw zitten. Kijk eens even wat voor een mooie tos die ik aan het maken ben. Oei, oei. Ja, zijn we warm denk ik. Slappe jongen. Diepertje is leeg. Dus die gaan we even opladen. Ondertussen hebben we 2 nieuwe stekken gezocht. We gaan Engels denk ik 20 meter verder uit de kant vissen. Ja, daar hebben we toch een mooi stukje kunnen vinden. Ja, en eigenlijk loopt de bodem gewoon langzaam naar beneden.
We vissen nu gewoon halverwege dat langzaam naar beneden. Nu zijn we echt aan het einde. Daarna loopt hij echt alleen maar nog vlak. Aan het einde daar hebben we hem neergelegd. Twee markertjes. Gelijk 7 kilo voer opgegooid. Ja, zoiets. Maar de dieper is leeg, dus die moeten we eerst even opladen. En laat even zien wat er met jou hengel. Oh ja, dat is ook nog gebeurd. Toen haalde ik mijn lijn op. En dan heb je alsnog met je goede gedrag een hardwander aangedaan. Als die kreeft echt wel vergeten, dan doen ze dit gewoon ermee. Dus dat is wat minder. Dus we gaan toch maar weer met tijgers vissen. Daar blijven ze sowieso vanaf. En dan hopen dat het wel gaat lukken vannacht. DW Junior. DW Junior slaat toe. Jongens, jullie zien het. Net gedipt in de tijgernotenslijm. Een loodje van 140 gram. Gisteren op wat iets verder afstand. Met het terugvaren vind ik het toch fijn om een iets zwaarder loodje te pakken. Het kan ook, we hebben hier een best harde bodem. Dus dan is mijn keuze snel iets zwaarder lood in Frankrijk. Zeker als je op verre afstand vist. Dan onderlijntje 20 centimeter. Vandaag een nieuwe variant. Tijgernut crush samen met de zwarte tijgernoot erop. Kurkje erin. Ja, ik zeg dat we er alles aan hebben gedaan om dit onderlijntje perfect te maken. En gewoon uitvaren. Ja, jongens, vol frisse moed gaan we er weer tegenaan. We gaan twee hengeltjes uitvaren. We hebben namelijk ook het diepste punt van het water gevonden. Er staat er ongeveer 10 meter water. Dat is eigenlijk helemaal in het midden van de stuwdam. Onderaan het taluut, daar begint het rond de 9,5 meter. Daar gaan we hem neerleggen. Waar het normaal aan de onderkant van het taluut bij het stuwdam ongeveer 7,5, 8 meter is. Verschilt toch een meter water. Dat gaan we dus proberen. Verder doen we ook nog iets anders qua tactiek. We gaan namelijk alleen maar bollen voeren. Voeren op allebei de hengels 2,5 kilo. Niet te veel, niet te weinig. En we gaan ze allebei even neerleggen. Oh, dat doen we. Oh, het zit ons ook weer niet mee. 10 meter voordat we terug zijn, is mijn fucking lijn op. En hij heeft er net nog nieuwe lijn opgespoeld. Maar ja, de molens zijn gewoon te klein voor zo'n afstand. Ja, drama, drama, drama. Verdomme. Het is een braaspie. Draai hem strakker, strakker. Kom met die molen. Het is een braaspie dit hoor. Nee, zou ik toch niet. Zo'n groot aas. Kijk eens. Ja, dit is sowieso een braaspie. Oh ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die karpers fluiten wel. Wordt het de eerste braaspie van mij in Frankrijk? Ja hoor. Is dit lekker? Oei. Die lekkere warme shot. Dat wil ik niet. En? Ja, dit is wel een brazenbied, denk ik. Dit is wel een brazenbied. Vind je maar, maatje? Nou. Hij is er bijna. Is dit nou de eerste brazen voor mij in Frankrijk? Ooit, hè? Ooit. De derde keer Frankrijk voor mij. Nog nooit een brazen. Nog nooit geen zil. Ja, dit vind ik echt lekker, hoor. Geen winder. Dit doet mij goed. Maar ik denk dat ik er toch aan moet gaan geloven. Of het moet echt een hele kleine knol zijn. Nou, daar geloof ik echt helemaal niks van. Daar geloof ik ook helemaal niks van. Maar het blijft wel diep. Kijk eens. Kijk eens. Het is er eentje hoor. Daar is die dan. Daar. Nee, laat hem even zien. Til hem even op. Ja. Ik lijk wel gek. Oh, vies, vies. Dag vriend. Maatje, je bent vrij. Hij heeft het nog niet helemaal door. Oh, dacht je even lekker te dit gaan zitten? Dit is nog even minder. Maar ja, activiteit is activiteit. Zo is en, dat. We pakken het positief op. Actie, reactie. We weten in ieder geval, het onderlijntje ligt wel goed. Zo is dat. Maar die particle rommel die laten we nu even thuis.
Onder het genot van een lekker raadletje 0.0. Ja hoor. Is deze jongen aan het snijden. Zijn gezonde toeren. We hebben hier een heerlijk bakkie vol gehakt, een pannetje. Na 3 dagen alleen maar vlees, is het toch tijd voor de groentes. Je moet ook aan de vitamines gedacht worden. Zo is het, we hebben daar zo een heerlijk pakkie met pasta. Die gaan we zo even koken in het water en dan hebben we gewoon een redelijk gezonde hap. Uitje, paprikaatje, tomaatje. Zo is het. Wat wil je nog meer? Magere runder gehakt natuurlijk, niet te vergeten. Niet te vergeten. Zo is het. Heerlijk. We hebben hier wat lekkere schelpjes en een pannetje vol met saus. Zo, een lekker pannetje saus met een klein beetje gehakt en een klein beetje groente. Ik dacht het al, maar Chitter die zei van niet. Pas wel, past er net niet. Maar op zich, het is lekker voor de bulk. Oh, maar dat wordt geniet hoor. Ik lust wel een bordje of twee. Ja, we gaan even goed eten. Want we hebben eigenlijk verder na de braasem aanbeet niks meer gehad. Vannacht gaat het los. We gaan er straks gewoon nog 1 kop. Er staat daar een emmer en die storten we helemaal op de voerstoot. Zo, we gaan echt voeren als wilde. Want het moet vannacht gewoon even los gaan. Hey, wat is die aan het doen, Bram? Het ziet er niet heel goed uit. Slap lijntje. Tendert hij er nu een keer doorheen. Dit is er weer een hoor, jongen. Ja, ka lekker. Oh, wat een mooie. Het is er gewoon weer een hoor. En platte. Het is ongelooflijk. Hij zit gewoon weer in het bekkie. Oh. Duimpje omhoog voor Bram de Baasemkoning. Pito papito. Wat is er aan de hand? Niet zo goed nieuws. De verwachtingen waren... Hoog. En de uitkomst is... Laag. Dus dat betekent dat we even de tandjes gaan poetsen. Ja, precies. En dat daarna deze jongens is gaan tetteren. Want we zijn het echt beu. We willen echt even wat vangen. Ja, het is inmiddels 11 uur. We hebben net even een videootje gekeken. Undercover. En het is drama, joh. Hoe kan het nou? Vorige keer liep deze stek als een kogel. Nou, dit water dan. Deze stek niet. Misschien naar de volgende stek. Misschien is het meer een nachtstek. We gaan het meemaken. Stel, we krijgen vannacht 2 runs, zijn we ook tevreden. Zo is het. Zo is het dan ook weer niet. Maar eerst maar krijgen. Ja, man. Knaken zo. Oké, we gaan gauw het bedje in en hopelijk tot gauw. Bram, vertel. Het is drama, jongens. Het is drama. We zitten hier nu inmiddels, is het de derde nacht, geloof ik. Tweede nacht. En we hebben gewoon pas 1 vis. En ik had gisteren wel nog 2 brasems, maar ja, daar komen we niet voor. En we weten het gewoon even niet, weet je. Vorige keer liep het hier als een kogel. Ja, en dan ga je er gewoon vanuit dat het weer gebeurt. Nou ja, dan valt het nou gewoon vies tegen. Maar ja, ga je opgeven of blijf je gewoon zitten? Wat zouden jullie doen? Laat het even weten in de comments. Ja, ik denk echt dat we moeten verkassen. Bam! Zo, zoals jullie kunnen zien zijn we aan de opruim. Na 2 dagen op deze stek te zitten hebben we niet het gewenste resultaat. Dus er moet even actie worden ondernomen. Ja. Dan gaan we gewoon lekker op een ander stekje zitten. We blijven wel op het water, maar we gaan meemaken of het daar wel gaat lukken. We hebben nog 3 nachten en er moet gewoon nog voor ons allebei minimaal 1 vis uitkomen. Op zich, als we het allebei een 30'ertje vangen of allebei een 40'ertje, zijn we wel tevreden. Een 40'ertje. Daarom jongens, nooit opgeven. Moeite doen, verkassen met die hap. En we gaan ervoor. Uiteindelijk. Keer aan de verkas. Dus, blijven verkassen, gaat lonen. Ik weet het zeker. Ja, dat denk ik ook. Dus gauw die spullen in de boot en in de auto en we gaan ervoor. Zo, Bram staat nog bij de auto, laatste spullen erin te leggen. Dit is het laatste. Bram gaat lekker met het bootje varen en ik ga met de auto omrijden. En dan hebben we denk ik binnen 10 minuutjes alle zooi ingepakt. Hoe mooi we het hebben. Let's go. Kijk jongens, we hebben echt alles er gewoon ingebeukt. Easy. Bonjour. Gek huis. Zo, het autootje staat weer geparkeerd. Terwijl Bram overheerlijk met het bootje naar de stek aan het varen is. Mag ik alle spullen dit lekkere steile trappetje opdelen. En dan zal ik jullie daarna even een nieuwe stek laten zien. Oh, we zijn er bijna. Kijk eens.
hele andere kant van het water. Hier zo. Groot watertje is het wel hoor. Daar hebben we Bram te strijden. Lekker aan de peddel. En nieuw water. Hetzelfde water, nieuwe stek. Nieuwe kansen. Let's go. Daar hebben we hem. Ja jongens, nieuwe stek, nieuwe kansen. We hebben hier de drone. We gaan zo meteen ook nog eventjes vliegen. Even gebeld met iemand die hier nog in juni, juli heeft gevist. Toen werd ook veel vis gevangen, echt in het ondiepe tussen het wier en de planten en alle gekkigheid. En dat zie je eigenlijk linksachter in de hoek het meeste. Dus daar gaan we zo even overheen vliegen. We hebben nu wat stekken gezocht en gevonden. We zullen zo meteen even een screenshotje erin plakken. Hier is voor de kant hebben we namelijk een hele mooie kel gevonden. Waar je het echt ziet aflopen. Het is precies voor het wier. Dus de vis redelijk tussen het wier. Dus het kan best dat die vis hier wel langs trekt. Daar gaan we een engeltje neerleggen. Eentje leggen echt tegen de wiergrens aan, waar we ook wat vis op de diepe zagen leggen. En twee engels leggen op de voerstrook. Waar we een kilootje of 4-5 in hebben gegooid. We proberen toch even de kans te verspreiden. Meerdere stekken een kans te geven en net iets anders te doen als zo we het gisteren hebben aangepakt. En ja, dat gaan we doen. Nu even met het drone vliegen. Misschien vinden we wel wat vissen. En dan gaan we misschien toch nog de tactiek aanpassen. Cool. Wat gaan we doen? Jullie kunnen zien, gaan we weer verse onderlijnen knopen, want we gaan het laten lukken. We gaan het laten lukken, jongens. Het moet gebeuren. Of jullie nou geloven of niet, we gaan het laten lukken. Op deze plek, deze stek, gaat het gebeuren. Vandaag, morgen en overmorgen vangen we ons hemelschil. Ja, het kan gewoon niet anders. Het moet, we moeten allebei nog minimaal één vis vangen. Ja, nou, gewoon dat gaat lopen gewoon. Ja, dus je denkt van lopen. Nou... Ja. Die uurtje slaap, die kan ik wel gebruiken. Dat maakt niet uit. We gaan het gewoon laten lukken. Ik heb er zin in. Zo, ook mijn richtjes zijn klaar, maar we houden het kort. Want jullie hebben het vaker gezien. Twee tijgernut crush met een kurkje erin. Helemaal niet gek. En soms moet je het ook niet moeilijker maken dan het is. Kijk eens wie we daar hebben. De man. Hé, hey, wat broeder. Daar staat hij. Hij is terug. Goed nieuws. En wat is het goede nieuws? Moet je even kijken. Ah, wc-papiertje. Ja, die kon ik wel gebruiken. Wc-papier. En kijk wat ze verkopen in de supermarkt. Blokken ijs van 2 kilo. Nou, dat is helemaal niet gek. Dat is helemaal niet gek. Helemaal niet gek. Ripboeletje voor een euro. Ja. Geregeld, geregeld. Ja, ik kwam net nog twee Nederlanders tegen die gaan op het oude stekje van ons zitten. Echt? Oh, ja. Dik. Dus die hadden daar ook twee nachten geleden gezeten toen wij daar zaten. Toen zijn ze 6 uur ochtends alweer opgegaan omdat ze bang waren. Dat was één vis. En nu gaan ze het weer proberen. Dus en nu gaan ze wel blijven nachten. Ja, toen hadden ze ook genacht. Oh, toen hadden ze wel genacht. Ze niet zitten en nu blijven ze waarschijnlijk wel zitten. Ah, oké. Dus succes. Daar zit hij. Zo, inmiddels is het tijd om avond te eten. En houden we het vandaag lekker simpel. Gewoon een knakworstje op een lekker Frans stokbroodje. En een klein sausje erop. En dan zijn we weer geregeld voor de avond. Voor de tijd dat de hengels afgaan. Precies. Want, zitten de maagjes weer gevuld. Het is ondertussen wel echt warm, jongens. Wajo. Het water is helemaal stilgevallen. Af en toe een paar kleine koks voor kleine vis, maar helemaal geen springende vis. En voor de rest, ja, rustig eigenlijk. We gaan maar hopen dat de nacht wat brengt. Het is eindelijk lekker afgekoeld. Onder het genot van een lekker koud Kronenburg pilsje zijn we even Ajax tegen FC Bal op het dak aan het kijken. Ze moeten winnen voor de Europa League. Ja, ja. Voor de rest kunnen we mooi over het water toeren. Turen of er nog springende vis is. Heel veel beter ook nu, hè. Brammeke. Een hele goede morgen, dames en heren. Helaas hebben we vannacht niks gevangen. Alweer. Alweer, ja. Je zou het denken, waarom lacht hij erom? Nou, het is eigenlijk om te huilen. Het wordt van een lachertje, want we worden er gewoon scheidziek van. Maar goed, dat mag de pret niet bederven en we geven niet op. We hebben nog 2 nachten. We gaan een lekker eitje eten met spek en kaas om een Frans stokbroodje. En dan gaan we even met de boot even varen tussen het wier. Kijken of we daar wat vis kunnen spotten. Jitte gaat proberen om voor jullie een vis te vangen in het wier. Met de korst. Met de korst. Met een lekker stokbroodje. Als dat mij lukt, hey, hallo, zou ik echt dik vinden. Het zou kunnen, hè. Ik heb gisteren 2 vissen aan de oppervlakte gezien. Dus
We gaan zo even met de drone vliegen. De vis aan de oppervlakte zien, ga ik even met een kostje. Ga ik ze stalken? Je weet het niet. Ondertussen concurrentie. Concurrentie. Maar ja, weer geblenkt. Ja, je doet er niks aan, weet je. De ene keer vang je goed en de andere keer vang je minder goed. Hoort erbij, hè? Het is vissen geen vangen. Hoort erbij. En we hebben nog twee nachten, dus we gaan gewoon alles geven die zo twee nachten. Zo is dat. Ja, jongens, wat zien we er weer snel uit. Weet je waar, hoe dat komt? Op de drone had ik namelijk twee vissen gespot in het Wierveld. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga er gewoon met een kostje en de boot naartoe. Ik kom daar aan. Ik zie echt 20 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 15 kilo. 50 vissen liggen, denk ik. Allemaal 30ers, 40ers. Maar happen, nee hoor. Veel verjaagd ook met de boot. Is nog best een kunst, moet ik zeggen. Maar, wel aanknopingspunten waar we de vis hebben zien liggen. Dus wat wij gaan doen op het heetst van de dag, tussen 1 en 3, gaan wij lekker verkassen naar een stek zonder schaduw. Dat maakt niet uit. Alles hebben wij over voor die ene bak. Lekker wiervissen, jongens. Let's go. Als jullie horen mijn hijgen, Brammetje die is lekker met het bootje aan de gang. En ik ga de tweede lading lopen. Daar nog één keertje. En dan zijn we al verkast. Helemaal naar daar. Achterin. Let's go. Daar staat hij. Jawel, jawel. Helemaal moe gestreden. Wat hebben wij gebikkeld vandaag? Ja, jongens, jullie hebben niet veel meegekregen. Maar we dachten, we hebben wel genoeg uitleg gefilmd. Maar de hengeltjes liggen weer. Daarachter zie je het al. Veel bier. Tentje is ook even snel opgebouwd. Nou, wat we dus hebben gedaan is, we hebben de hengeltjes uitgevaren. We hebben alles verkast. Inmiddels alweer 5:30. En ja, het was best een gedoe even die hengels uitleggen. Maar het is gelukt. Dus dat is mooi. Mooi tussen het wier, het helikopter, kurkje in de bolie. Zodat die net erboven zweeft, schuimpjes op de haak. Dus ik denk dat ze wel echt spot on liggen. We hebben natuurlijk vissen gezien in het wier daarachter. En ook dikke vis hoor. Oeh. Maar het moet gewoon helemaal goed komen. Dus het volgende shot staan wij gewoon te drillen. Yes, daar hebben we de man. Chef kok, je suis chef kok. Wow, oui. Lekker maatje. Laat het vandaag even zien. Op het programma pasta. Je ziet het, het is lekker aan de kokerij. Met het sausje doorheen gegooid. 500 gram gehakt. De jongens moeten ook aan de spieren denken. Eiwitten. En zijn lekker aan het koken. Heerlijk aan het afkoelen. Het gaat van, vannacht gaat gewoon gebeuren. Is het vertrouwen er een beetje? Het vertrouwen is er. We hebben er gewoon ook. En als het niet gaat, hebben we er toch alles aan gedaan. Zo is het. We zitten op een prachtige stek. Je hebt hier wat bomen, die zijn helemaal onder water. 2 meter diep is het wel. En je hebt hier een lelieveld en een wierveld. Daar vissen we iets van af. We hebben 1 hengeltje erin liggen. En hier staan nog 2 prachtige hengels. Eentje ligt op het wijd en de ander ligt ook tegen het wierveld aan. Daar hebben we een strook aangevoerd van een kilootje of 8 à 10. En als die vis eruit trekt, is het kassa. Jongens, kortingscode BRAM10. Hij heeft gewoon weer toegeslagen. Niet te vergeten. Een doe je bestelling en 10% korting op het gehele assortiment. En met? De kortingscode BRAM10. We doen even een shout-out naar Cliff. 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 Barman, jongen. Ja, top. Vanuit het Frankrijk, Cliff, jongen. Hey. We love the support, jongen. Lekker bezig, pik. Bestel gewoon die kleren. En voor onze oude dag. En dan kennen wij weer naar Frankrijk. Dan kennen wij weer naar Frankrijk, zo is het. Zo, live vanuit het mooie Frankrijk zitten we hier. En zijn de hengeltjes nog stil. Kregen we wel even 1 goede bonk op de rechter. Maar er was helaas niks. Helaas. Helaas. Het is wel vrijdag, hè, jongens. We zijn lekker filmpje kijken. We hebben een lekker flesje van een... Van een fan gekregen. Ja, ja. Voor de shot. Hij zei, jullie drinken alleen maar slechte shotjes. We hebben hem nog niet veel overnemen. Nee, zeker niet. En 2 keer? Napoleonnetje. Voor mij whisky. Zo, is niet te zuipen. Maar we hebben hem nu met een koude Red Bull. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Geen aanrader. Ja, jongens. Dames en heren, het is niet normaal. Eindelijk weer een vis. Hij kwam echt van de stek midden in het wier. Het was ene chaos. Denk een kwartier over gedaan om bij de vis te komen met al dat wier en gekkigheid. Maar hij hing nog.
Dit mooi gehaakt. Zo, dat is een oude vis ook, hè? Echt wel van bakkie, hoor. In het water leek die kleiner, moet ik zeggen. Ja hoor, dames en heren. Na het lange strijden wordt het eindelijk beloond. Prachtig mooie schub uit het wier geplukt. En 15 kilo precies. Dus eerste 30 van de trip voor mij. En we zijn er super blij mee. Na al dat strijden, eindelijk een mooie vis. En daarna gaan we door. Zo, ook nog van de andere kant. Echt een oude vis, super mooie vis. En we zijn er toch blij mee, jongens. Heerlijk, eindelijk. Wat een gevecht. Nog een fotootje en dan kan die zwemmen. Brammetje, vertel. We hebben hier een lekker flesje, want Chitta heeft een 30er gevangen. Dus de eer is aan hem. Ja, ja, ja. Even een klein stokje, hoor. Ah, ik heb hier helemaal geen zin in. Zo, jij bent aan de beurt. Nog één? Ja, je bent gek. Lekker, bro. Zo, dat is echt sterk spul, hè? Jongens, het is niet normaal. Daar staat hij. Brammeke Vastenburg. Hier is even zien. Zo, de lamp is een beetje aan de verre kant. Een dikke schub voor Bram. Een uurtje later. Helemaal los. Helemaal uit. Niet normaal. We gaan hem even wegen en dan zien jullie hem zo. Zo is. Hier heb ik, weegt hij toch 13,8. 13,8. Ah, netjes, netjes. Mooie schubben, mos. Lekker hoor. Echt een kanon. Maakt niet uit, ik ben er echt heel blij mee. Na het lange strijden. Al dat gekassen en dat strijden. Het werd tijd, hè, maatje. En gewoon even van het wijd. Ja. Dus toch dat de singelebol, de tijger in het kus. Zolang je maar lang genoeg vertrouwen blijft hebben en blijft verkassen, komt het vanzelf goed. Kijk eens. Wat een pareltje. Hij kwam op de tijger in het kus. Op het wijd. En eindelijk nummertje 2 voor mij. Ik ben echt mega, mega blij mee. Hij was oer sterk. Ik heb nog een drill gehad, denk ik, van 10 minuten, misschien wel langer. Hij trok de boot alle kanten op. Wat een plaatje, zeg. 13,8. Ja. Gelijk de hengel weer uitgevaren. Worden er steeds beter in. En helemaal goud. Fotootje. En dan mag hij terug. Zo, jongens, dames en heren. Het is fantastisch. We lagen net weer in bed. En je gelooft het of niet, dezelfde hengel in het wier liep weer af. En wat een vis, hé. 16,8. Tweede 16,8 van deze trip. Daarmee ook de grootste vis tot nu toe. Wat een bouw, hé. Ik dacht daarna, hij is heel kort, vooral mee. Hij heeft een pensjong en een super hoog gebouwd. Ik ben super blij mee. Een paar foto's maken en dan kan hij weer zwemmen. Bizar. Mooie vis, toch? Sterk ook, man. Ja, bizar. Daar staat hij. We hebben hier een apenshot. Om een tankje mee te poetsen. Oh, wat lekker. Ja, jongens. We doen het erop. Oh, 5 s'nachts. Nou, de tankjes poetsen. Zo is het. Heerlijk. Laat lekker. FC Gekkenhuis. Zojuist hebben deze twee jongens een dubbele rat op de voerstrook. Ik denk 10 kilo voer. Ze gingen allebei binnen een kwartier. Mijn heb ik net eventjes één telletje in de sling gehangen. En Bram die heeft echt een dikke. Ik heb een kleintje. En gaan ze even allebei op de foto zetten om en om. Bizar. Echt. Wat een stek kan doen, jongens. 5 vissen in deze nacht. Zo lang gebikkeld en nu eindelijk het gewenste resultaat. Ik denk 2 uur geslapen tot nu toe vannacht. Ik ben fucking moe, maar het is het waard. Jongens, dit is toch niet normaal. Kijk eens even wat die Bram hier zo vangt. Zieke halve rijenachtige zieke vis. Hij was tering sterk, ik zei het al. Niet normaal, jongen. Lekker. Lekker, lekker. Zo. Niet tegen je been houden. Oké, wacht. 19 kilo zei hij bijna. Nou, kijk eens. Daar is hij dan, dames en heren. Van de voerstrook. 18,6 kilo's. Niet normaal, jongen. Hij is ook mooi, hè? Ja,
die patronen. Echt geweldig. Super gevecht in de boot. En hij blijft heel tijd onder de top. Bizar sterk. Gek huis. Snelle foto's en dan kan hij weer terug, want we hebben er nog één. Heerlijk. Zo jongens. Het spiegeltje van de dubbelrum met Bram. Allebei een mooie spiegel. Die van Bram iets maatje groter, maar deze mag er ook zeker zijn. Het is niet normaal, het gaat helemaal los. Vijfde vis. Twee vissen op een voerstuk van denk ik ongeveer 7 kilo. Binnen een kwartier. Dus we moeten gauw weer voer erop gaan storten. Dan hoop je dat door blijft lopen jongens. We zijn helemaal naar de kloten. Daar, daar doen we het voor. Heerlijk. Oké, gelijk pikkatje. Succes. Staan we naast de bakkenvanger Bram. Ja, de zwaarste vis van de sessie. Ja, daarom dachten we nemen we maar de Napoleon. Lekkere whisky. Eentje maar? Eentje maar, even één lippie van deze. Zo jongens. Gewoon net of je een beetje brak wakker wordt. Het is 12 uur, om een uur gaat het regenen. Even kijken bij Brammeke. Daar naar de pes, controlen. Controlen. Mwaa, hoe is het maatje? Ja, ik heb een beetje zere knieën. Ja, van al dat rillen. Ja jongens, wat een strijd hebben we weer geleverd vannacht. Jongens, jongens, heerlijk. Genieten. We zijn aan het knallen. Daar zitten ze, de mannen. Ja, ja. Eindelijk ontwaakt. Half drie 's middags. Ja, na de slapeloze nacht hebben we toch nog maar even een paar uur slaap gepakt. Want morgen is het ook gewoon weer een lange reis terug. En we gaan de laatste nacht in, dus we gaan vlammen. Onder een genot van een lekker hamburgertje met een lekker stukje kaas erop. Zo is dat. Gaan we even lekker opsmullen. En dan gaan we een verse onderlijnen knopen. De laatste richtjes klaarmaken. We gaan ook al een beetje opruimen voor morgen. Want dat scheelt gewoon een hoop tijd. We hebben gewoon een hoop teringzee. Dus let's go. Zo is dat. Probbertje. Zo, de richt zijn weer klaar. Voor het laatste nachtje gaan we ze ten water brengen. Ik heb er eentje met een single bowl, de karome. De hey, wees stil. Oké, gaan we verder. De Tiger Crush. En de andere met een fake tijgernootje. Daar kwam die bak op van vannacht. Dus hou het lekker simpel. En dit was hetzelfde aas als gisteren. Ja jongens, we hebben al even niet meer gefilmd. Maar naarmate de avond valt, slaat het weer nu echt wel even flink om. Keiharde wind op de kant. En het kan bijna niet anders dan dat hij binnen nu een uurtje gaat aflopen. Kassa worden. Ja, dit is toch top vis weer, Bram. Moet, moet. Daar is hij dan. De eerste van de nacht. Het is echt een heel verhaal, dat is niet normaal. Het is namelijk 1:30 en ik kreeg een fluiter op mijn rechter engel. Wij erin naar de boot. En we waren denk ik halverwege de drill en toen ging ook mijn andere engel af. Midden op het water. Deze vis is snel mogelijk geland, toen teruggevaren. Nou, had die vis dus echt heel mijn spoel al leeggetrokken van mijn andere engel. Wij daar weer achteraan. Helaas die vis wel gelost. Gelijk lijntje daarvoor weer uitgevaren. Maar deze bleef dus wel hangen. 15,1. En ja, super mooie schub. Een paar fotootjes en dan mocht hij zwemmen. Kijk eens, daar hebben we hem. Frisse ja, jongens. Frisse jongens. Uurtje later uitgegaan dan gepland. Maar ja, we vingen om 7 uur, nee, iets eerder nog een visje. En hoe heet het? We hadden nog heel even snel weggestopt. Ik dacht, we gaan nog heel even een uurtje liggen. En dan gaan we daarna filmen en gelijk weg. We werden toch helaas 2 uurtjes. Maar we gaan gauw alles indraaien, bootje eruit. Alles helemaal naar de aanhanger lopen. Ik hoop hier toch binnen 2 uurtjes weg te zijn. Wordt nog een uitdaging. Zo jongens, daar is hij dan, de laatste van de sessie. Kilootje of 10. En ook de kleinste, maar wel super mooie visie. Laatst vannacht ook nog een visje verspeeld. Naast die ene die ik natuurlijk met die dubbele run had. Dus 2 vissen verspeeld vannacht, 2 gevangen. Hoeveel heb je er totaal gevangen? Ik heb er in totaal 6? Gisteren had ik 4 of 3? 3. 3. Eentje ervoor, ja, 6 in totaal. Ja, we hebben het toch nog goed gemaakt. Zo is het. Van 2 naar 9. 3 boven de 15 kilo, 3 eronder. En dit is de kleinste, maar heel mooi visie. En
bootje nog gaan zwemmen. Zo jongens, na een weekje strijden, laatste karretje. Even snel ingepakt, denk ik een uurtje bezig geweest. Ja, dat hebben we en, snel gedaan. Zullen we gewoon bij deze ook de video afsluiten? Ja. Vond je de video nou leuk? Doe een duimpje omhoog, abonneer voor meer. We gaan zeker nog een keertje naar Frankrijk dit jaar, dus komen weer mooie video's aan. We hebben hard gestreden. Begin misschien niet de meest leuke video, maar op het einde komt het toch allemaal goed jongens, je ziet het. Blijven strijden, zeker in Frankrijk. Toch mooie vis gevangen, wij gaan voldaan naar huis. Adios.